Hij vindt het wel eng. Edgar vindt het echt eng. Ja, hij denkt als mijn broeder het doet, dan durf ik het ook wel. Holy damn, bro. Een hele goede morgen en welkom allemaal bij weer een nieuwe vlog, jongens. Vandaag is het tijd voor iets heel erg belangrijks voor het huis, want we kunnen gewoon niet meer eten, we kunnen niet meer drinken. Alles is fucking op. Ik ga het jullie laten zien. Het is echt tijd om boodschappen te doen. Het is ongekend. Hier hebben we allereerst een tosti-ijzer die helemaal smerig is. Dit komt trouwens door Don. Die ging hier een tosti maken met kaas. En dat ging niet helemaal goed. Dat pakte helemaal aan. En ja, then this happened. En hij heeft me beloofd om het schoon te maken. Is niet gebeurd, maar hij heeft het gisteren goed gemaakt. We hebben samen het hele fucking huis opgeruimd. Moet je kijken hoe schoon het is, hé. Dus Don, ik vergeef het je. Ik maak het zo meteen voor je schoon. Anyhow, als we hier kijken, hier horen eieren te staan. Nou, geen eieren, terwijl dat iets is wat ik dagelijks eet. Dat is heel erg kut. Dan openen we even de koelkast. Nou, je ziet voornamelijk, ja, je ziet wel dingen staan, maar het is gewoon spul wat je op brood bijvoorbeeld moet doen, zoals hier salades. Maar we hebben dus gewoon helemaal geen brood. Let maar op. Deze kant open doe. Helemaal niks. Hier ligt altijd gewoon brood en shit. Hier nog meer brood. It's all gone. Ook helemaal geen pizza's meer, vast een keertje geen eten in huis hebben. Met andere woorden, we zijn ook helemaal geen melk, zie je? Alles is gewoon gone. Geen sapjes, helemaal niks. Met andere woorden, het is echt hoog tijd om boodschappen te doen. En dat gaan Deetje en ik deze ochtend vandaag gezellig samen doen. Dus dat is wel heel erg leuk. En wat is het trouwens nog steeds wennen, hè? Dat alle meuk weg is. Holy damn, het is zoveel rustiger wakker worden en zoveel chiller door je huis heen lopen. Als het allemaal gewoon zo opgeruimd is, ongekend. En Deetje gaat vandaag dan ook nog eens schoonmaken, het huis schoonmaken en ze gaat de was doen. Dus dan is het hele huis weer helemaal in orde. Ook als we dan straks de boodschappen hebben natuurlijk. Picobello. Deze, zullen we gaan? Are you ready, bro? Wat heb je mooie merchandise aan? Net in de zon. Ja, goed hè. Waar is dat te koop? www.royalistic.nl/webshop. Nee, je hoeft tegenwoordig niet eens meer slash webshop te zeggen. Het is gewoon www.royalistic.nl. Ja, simpel hè? Sinds kort. Oh. Ik heb een webshop update gehad met mijn broeder Jesse, die de webshop maakt. En ik zei tegen hem, weet je wat ik gewoon wil? Ik wil voortaan als mensen www.royalistic.nl, die nu even in beeld komt, als ze dat intypen, dat ze rechtstreeks in mijn webshop komen. Dus dat is nu gefixt. Dus www.royalistic.nl voor echte merchandise voor de winter. Terwijl nu de zon heel erg schijnt. Maar je zou nu denken, oh wat is het lekker weer buiten. Dat is het ook wel hoor, maar het is niet heel warm of zo. Ook al schijnt de zon. Het is namelijk gewoon echt, the freezing days are coming, you know. The winter is coming. En het uitzicht hier blijft natuurlijk wel echt gewoon even lekker, hè. Dat blijft mooi. Dat blijft gewoon echt mooi. En iets wat ik eigenlijk helemaal nooit doe, maar wat ook echt geniaal is en waar ik binnenkort meer gebruik van ga maken, is dit prachtig grote terras. Want Roy, waarom doe je daar niks mee als je zo'n huge ass terras hebt? Vind ik een hele goede vraag. En die vraag stel ik mezelf de laatste tijd steeds vaker. Dus binnenkort ga ik mijn hele terras In een aantal vlogs ga ik hem helemaal upgraden. Dat ga ik echt met een aannemer doen. Want ja, voor zo'n groot project als dit heb je wel echt iemand nodig die er verstand van heeft. Dus het zal een aannemer zijn. Die ga ik vertellen wat ik wil. Mij lijkt het bijvoorbeeld heel vet om een stukje overkapping te doen. Hey Scoop, he's outside. Scoopy vindt het zo leuk om naar buiten te gaan. En bij Scoopy vertrouw ik het ook nog wel redelijk. Behalve deze kant natuurlijk, want hier kan hij gewoon doorheen vallen. Maar Scoopy is echt gewoon totaal niet behendig. En helemaal niet acrobatisch. Dus hij kan hier bijvoorbeeld niet opspringen. Dat zou Scoopy legit niet lukken. Edgar wel, denk ik. Net te hoog dat hij dat wel zou redden. Maar Scoopy redt dat zeker weten niet. Maar ja, dit is dus de enge kant waar hij nu oploopt. Hij moet de andere kant oplopen. You chilling, bro? Maar goed, het uitzicht hier, jongens. Would you look at that? Kijk, daar zijn mensen nu aan het hockeyen. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar right there zijn mensen nu aan het hockeyen. Shout out, het is natuurlijk zondag vandaag. Tenminste, wanneer de vlog online komt, is het geen zondag meer. Maar vandaag, de dag dat ik leef, is het zondag. Dus gewoon weer tijd voor sport. En voor ons is het nu tijd om boodschappen te doen. Toch, Day? Cheating, bro? Ja. Hij vindt het echt leuk. Hij vindt het heerlijk. Daarom moeten we het terras ook gewoon fixen, dat de katjes ook gewoon lekker buiten kunnen. Want ze vinden het fucking chill hier. Yeah. Lekker met windje en zo. Ga je ook een kijkje nemen, Edgar? Ja, ga maar hoor. Hij vindt het wel eng. Edgar vindt het echt eng. Ja, hij denkt als mijn broeder het doet, dan durf ik het ook wel. Kijk maar.
Maar wat is het lekker hier nu gewoon op het terras, hè? Ja, het is heerlijk, de wind waait. Niet normaal. Ik had het daar ook al over met, Don. Ik wil binnenkort gewoon daar een zieke chill sessie doen met het vuurtje aan en zo in de avond. Ja. Dat is toch gewoon heerlijk. Hier moet gewoon een stukje overkapping komen ook. En als je die bank vastzet aan het terras met een overkapping, dan hoef je ook nooit meer die hoester overheen. Dat is de uitdaging met dit, dat telkens die hoester overheen zit. Dus dan nodigt het minder uit om even snel lekker daar te gaan zitten, snap je? Nu helemaal met die kratjes erop en zo. Ja. Ik wil daar gewoon een soort van hoekje creëren waar je lekker warm op het terras kan zitten. Met van die schuifdingen erin bijvoorbeeld of zo. En dat je lekker warm daar kan zitten. Maar het moet juist niet helemaal dicht zijn. Nee, het moet ook open kunnen, want in de zomer wil je alles open hebben. En we hebben natuurlijk die parasol. Ja, nou kom jongens, we gaan weer naar binnen, kom. Kom maar poepies, kom. Het karskoopie. Nee, ze vinden het nu fantastisch. Ja, die kant is dus wel echt even eng. Daar moeten we echt wat aan doen met die spaken, weet je wel. Dan kunnen ze gewoon doorheen vallen. En dan vallen ze hard naar beneden, zeg maar. Het karskoopie. Ze willen nu buiten blijven. Nou, Scoopie vindt het veel te leuk buiten. Hij vindt het veel te interessant. Maar inderdaad, stel je legt hier ook een stukje kunstgras of zo. Weet je hoe leuke plek dit dan is voor die katten? Die hebben echt een ziek grote plek hier, hè. Want voor de duidelijkheid jongens, voor de mensen die het niet weten, zeg maar zo in de breedte, of in de lengtes, maar net hoe je het bekijkt, is 6,50 meter. En deze breedte van de ene naar de andere kant is iets van 11,60 meter of zo. Zo groot is dit terras. En aan de andere kant van mijn huis, dus aan die kant heb ik precies zo'n terras, maar daar zitten van die heipalen overheen. Dus daar moet ik een keertje kijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft het eventuele dichtbouwen of zo. Daar moet ik even goed voor overleggen met de VVE-baas, wat daarin mogelijk is. Maar dit terras kan in ieder geval ook gewoon heel veel mee. Dit wil ik echt als mijn chill terras hebben. Omdat deze natuurlijk ook aangrenzend is aan de woonkamer. Dus dat is bij far gewoon het beste terras om echt een chill terras van te maken. Maar D, het wordt laat. We moeten nu echt boodschappen doen. Let's go. Kom Scoop. Dit is altijd lekker jongens. Vers jus. Yeah. Kijk eens even. Gewoon vers geperst. Goeie shit. Typisch Nederlands, helemaal vol. Weet je wel. Want er echt niks meer bij kan. Fucking gierig. Dan een dropje erop. Zo, dit is top. De kar begint al aardig vol te raken, jongens. Jesus Christ, wat moeten we veel halen. Hier dan nog allemaal tassen. En het is nu dus iets over 3:30 en om 4:30 komt mijn video online. Dus het is ook nog eens haast. Haast is er trouwens omdat ik dus mijn video nog moet inplannen. Dus als ik nu niks zou doen, dan komt de video gewoon online zonder titel, zonder thumbnail, helemaal niks. En dat gaat er niet worden natuurlijk. We zijn geslaagd jongens, heel veel boodschappen. Ze gaan allemaal achterin, er is niet heel veel ruimte, want ik heb net nog wat opgeruimd. Dus dit is echt alles wat ik er nu even van kan maken, maar er lag nog best wel wat shitzooi achterin. In ieder geval, dit gaat allemaal mee naar huis, dus we hebben eindelijk weer boodschappen. En we kunnen ook eindelijk ontbijten. Want mijn buik begint te rammelen. Dat is niet normaal. Maar ik ga mijn vriendin nu even helpen met opruimen. A few moments later. I fucking made it jongens. De video van 4:30. Don laat mij huilen van het lachen. Staat helemaal ingepland. Hij komt dus online op 17 november om 15:30. Dit is de thumbnail. Heel erg funny als je het mij vraagt. En nu ga ik gezellig samen eten. Met deetje, want als het goed is zit ze al aan tafel en we hebben dus nog steeds niet ontbeten. En daar wordt het wel eens tijd voor, vind je niet? Het is inmiddels 4:50. Het wordt wel eens tijd om te ontbijten. Toch deetje? Ja. We gaan dus lekker 2 keizerbroodjes eten. Hier lekker beleg erbij. Vers sappie. Dit wordt lekker. Zo, dat was even lekker hè. Mijn maagje is goed gevuld. Ik heb heerlijk gegeten. Deetje, jij ook? Was het lekker? Deetje heeft ook lekker gegeten. En wat echt grappig is, is dat nu er een film aanstaat die ik vroeger helemaal geweldig vond. Namelijk Het Paard van Sinterklaas. Dit is sowieso een film die jullie kijkers ook wel een keer gezien hebben, denk ik. Dit was toen echt de Sinterklaas film. En die is nu dus weer op tv bij Zep. Kijk dan. Het Paard van Sinterklaas. Hoe heette die ook alweer? Americo of zo? Hoe heette dat paard ook alweer, Dee? Wel hè, Americo. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik hem ga kijken, maar wel een stukje. Oké, misschien ga ik hem wel even kijken. Het is inmiddels alweer 4:30 en kijk eens even naar deze prachtige sunset. Holy damn bro, het is natuurlijk alweer wintertijd. Wat inhoudt dat de zon al heel vroeg ondergaat. Maar vandaag is hij wel heel erg mooi, de ondergaande zon. Wat een uitzicht hier. Gewoon letterlijk vanaf mijn studio. Kijk, ik heb mijn rolgordijn dus op de helft staan. Zodat de zon niet in mijn ogen schijnt als ik bezig ben met mijn computer. Maar ja, dat alsnog wel het licht er doorheen kan komen. Dus ik zie perfect die ondergaande zon. En hier zijn ze wel allemaal gewoon open. Ja, het is echt heerlijk werken zo in mijn studio, jongens. Echt waar. Wat vinden jullie trouwens hiervan? Ik heb samen met Don, heb ik dit toegevoegd aan mijn studio. Hij kwam eigenlijk op het idee. Want we kwamen deze popcornbak tegen tijdens het opruimen
gisteren. En allemaal van die kleine lamaatjes. Dus dachten we van nou, een popcornbak is best wel iets gamerachtigs, toch? Gewoon lekker gamen met een bak popcorn of film kijken met een bak popcorn. I don't know, ik vind het gewoon best wel typerend voor een game room. Zo'n popcornbak, zo'n typische Amerikaanse. En allemaal van die kleine lamaatjes erin van Fortnite. Ik vind het echt een zieke combi, zo voor mijn logo. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, dit kastje kan ook aan met licht. Sterker nog, ik demonstreer het wel even. 3, 2, 1. Tadaa! Kijk eens aan jongens, hoe fucking gruwelijk is dat. En sterker nog, hij kan ook allemaal andere kleuren. Ik kan ook bijvoorbeeld deze kleur doen. Of deze kleur. Of deze kleur. Of deze kleur. Kan echt van alles. Dus laat mij maar weten in de reacties welke kleur jullie het mooist zouden vinden voor dit zwarte logo. Want ja, hier is dus een kastje voor gemaakt. En aan de achterkant zit dus allemaal licht. En dat kan ik gewoon met mijn telefoon kan ik dat instellen welke kleur. Maar ik heb meestal deze kleur aanstaan. Ik vind dit gewoon een hele relaxte kleur. Maar wellicht dat dit dus ook wel een keertje vet is om te doen. Of dit. Of dit. Er is van alles mogelijk. Laat maar weten welke kleur jullie het vet zouden vinden. Kijk, dit is bijvoorbeeld... Daar ging Scoopy. Dit is bijvoorbeeld helemaal wit. Ook wel vet. Wow, de zon is nu gewoon nog verder dan net in mijn studio. Moet je zien, hé. Damn, misschien niet heel goed te zien op camera. Maar in de werkelijkheid is het heel gruwelijk. Ik lag dus gewoon lekker te chillen hier op de bank. En toen dacht ik van, nou, ik ga eventjes naar mijn studio toe. Want ik ga iets bestellen. En toen zag ik in één keer Edgar hier gewoon chillen. Hij chillt hem hier gewoon. Hij ligt hier gewoon net lang uit het chillen. Ja, het is echt... Die tandenborstel ook, die komt uit zijn staart. What are you doing, bro? Dit is geen plek om te chillen. Wat een pauper. En dan hebben we hier nog Scoopy. Die is natuurlijk weer te klungerig. Die kan niet eens er op een fucking kastje van 10 centimeter hoog springen, hè, Scoop? Ah, zijn staart is nat. Maar Edgar chillt hier. Ja, ik spoel het toilet door. Ze inkt zijn staart er half in. Dus toen kreeg hij een beetje water op zijn staart. Oh, ja, nou, dat boeit hem niet. Vindt hij prima. Wat een kat is het ook. Maar ik ga naar mijn studio toe, jongens, want ik ga een nieuwe telefoon bestellen. Ik loop echt al eeuwen rond met de iPhone 4. Nee, het is niet de iPhone 4. De iPhone 7, weet ik veel. Gewoon de iPhone 7. Maar dat ding is letterlijk binnen een paar seconden leeg. Het is echt ongekend. Ik heb amper vandaag mijn telefoon gebruikt. Want ik heb net gewoon eventjes een powernapje op de bank gedaan. En ik ben boodschappen dus wezen doen met D. Amper fucking dit ding in mijn handen gehad. En hij is nu alweer 6%. Dus dit ding is gewoon echt aan het einde toe. Ik heb hem ook echt al 2 jaar of zo. Het wordt nu gewoon tijd om de iPhone 11 te bestellen. Dit gaat hem dan worden, jongens. De Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB Space Gray. Gaat me dan wel geteld €1429 kosten. Er zijn nog maar minder dan 4 op voorraad ook gewoon. Die dingen worden knijtersveel besteld. Maar dan heb ik precies degene die ik wil. Deze moet het worden, jongens. Precies deze. Want dan heb ik dus genoeg opslag. Gewoon de nieuwste telefoon. Ook de nieuwste features met camera's, et cetera. Die nieuwe iPhone 11 heeft echt hele vette shit. Bijvoorbeeld ook een wide-angle camera. Wat gewoon echt heel erg vet eruit ziet. En heel erg goed eruit ziet. Daarnaast 256 GB opslag. Dat is voor mij ook gewoon heel belangrijk als influencer. Die dagelijks superveel foto's en filmpjes en zo maakt voor op mijn Instagram story. Trouwens, over Instagram gesproken. Volgen jullie mij al op Instagram? Royalistic. Nog niet? Dan moet je dat nu gewoon even doen. Gewoon even doen. Ik post best veel. Dus doe het even eens leuk. Dus deze iPhone gaat er worden. Genoeg opslag. Leuke nieuwe features. Ik ben iPhone fan. Dus this will be it. Nadat ik de iPhone heb besteld, ben ik lekker gaan opnemen en gaan streamen. Ik heb een Modern Warfare livestream gedaan samen met een vriend van mij, Stijn. Was lachen. We hebben echt gewoon 2,5 uur lang alleen maar Call of Duty gedaan. Toen was het denk ik... 11:30 s'avonds toen we klaar waren. En daarna ben ik Fortnite opnames gaan doen. 2 stuks. Eentje keihard gewonnen. Echt een hele vette win. En het tweede gewoon een heel vet potje waarin ik heel ver kwam met veel kills. Maar helaas niet gewonnen. Die komen dus binnenkort weer online op mijn YouTube kanaal. Sterker nog, tegen de tijd dat deze vlog online staat, zijn ze allebei al online gekomen, besef ik me net. Yep. Dus die heb ik zojuist geëdit, gerenderd. Of tenminste, ze staan nu in de render. En die komen binnenkort dus online. Dus dat is heel erg chill. Dus ik kan met een voldaan gevoel lekker gaan slapen, omdat ik vandaag alles uit mijn dag heb gehaald. Wat erin zat, zeg maar, qua YouTube, qua boodschappen even doen. We hebben het huis weer helemaal schoongemaakt. Deetje heeft echt het hele huis schoongemaakt met stofzuigen, dweilen, noem het maar op. Dus dat is gewoon een rete chill. Dat het hele huis nu ook gewoon weer helemaal relaxed is. Dus ja, vandaag was een goede dag. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Zo ja, dan mag je dat natuurlijk belonen met het blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En zie ik jullie hopelijk morgen om 4:30 weer terug bij een nieuwe Fortnite video. En om 4:30 bij een nieuwe vlog. Laters.